Yo, we zijn vandaag bij de exclusive Pokémon Beurs. Dit is mijn stand. We hebben allemaal prachtige singles, slabs, sealed producten. En ik laat jullie vandaag een klein beetje zien hoe het er aan toe gaat. Welke deals we sluiten, hoe kaarten inkopen, hoe kaarten verkopen. Laat het weten in de comments wat jullie ervan vinden. En of welke deal jullie het allervetst vonden. Het is 5,50 ongeveer. Ja, ik vertrouw je erop hoor. Schoon, schoon. Hij komt ongeveer op 107 uit en dan 80%, 85 euro geef je. Mag ik de Hitmonlee en de Fable? Zoek je ook nog Jungle? Ja. Ik heb een Victory Bell ook nog voor je. Een 9, ja, die ligt hieronder geloof ik. Hoeveel zitten we nu? 120. Hier. Ja, doe maar. 120. Dan wordt het 175, dus dan komt er nog 90 euro bij. Alsjeblieft. Yes. Hier, alsjeblieft. En een tientje nog, man. Yo, graag gedaan. Oké, dus we hebben een hoop vintage kaarten getraind voor 3 slabs en 90 euro. Hi, goeiedag. Hallo, wil je het kopen? Ja hoor, ligt een beetje aan wat jullie hebben, maar ik wil zeker wel even kijken. Japans ook? Ligt een beetje aan. Ik heb ook Frans, dat weet ik niet. Ja, dat sowieso niet. Nee, we hebben helemaal geen kopers voor Franse kaarten, ja. dus dat is lastig. Ja, misschien dat er wat Belgische stores zijn die wel Frans doen. Je zou het bij Card Game Shop kunnen proberen, dat is een Belgische store. Oké. Okay. Dus die hebben vaak wel wat Franse klanten ook en zo. Okay, dus, goed, merci. Ja. De laatste zijn gewoon een paar Shinies, maar ik had het denk ik niet wel kopen. Wil je cash of trade? Cash of trade. Zou je hier op zich wel interesse in willen hebben? Dan moet ik even uitrekenen waar het op komt dan. Even kijken. Er komt 320 euro uit. Daar betalen we dan 70% voor. Dus dat zou dan 225 euro zijn. 230 is dat goed. Dan is het gewoon goed. Ja, dat is prima. Ja. Moet ik alleen even kijken of ik wel zoveel cash heb, man. Ja. We zijn pas net open. Dus, ja, ik heb het wel. Hè. Even kijken hoor. Ja, doe maar. 100 en nog een keer 5 euro. Ja. Alsjeblieft. Merci. En 5 euro, super bedankt. Succes nog. Ja, dank je. Oké, we hebben deze gekocht. De NT, de Dark Charizard en een hoop 151 Secret Rares. Voor 230 euro. Die mag je gelijk wel stikken als je wil. Pokémon Go! Ja? Nee, dat heb ik niet bij, helaas. Celebration van Pokémon? Maar zoek je echt de hits of zoek je de reverse holo's en zo? Ja, welke zoek je? Want in de mappen hebben we wel heel veel celebrations zitten hoor. Ja? Dan moet je even in de map kijken, ja? Weet jij in welke map Celebrations zat? In deze map? Nou. Hoeveel heb je deze ingekocht? 3 euro. Wat dan? Ik kan hem niet onder de goot vinden, maar hij heeft... Ja joh, doe je 2 tientjes zo. Maar ik heb er 3 euro voor betaald. Wat? Wat is hij? Niks. Weet je wat ik wel leuk vind? Alles wordt opgenomen. Oh ja, shit. Alles in die bak is 50 cent. Er zullen heus wat duurdere kaarten tussen zitten, maar... We hebben gewoon al onze vintage bulk gewoon in die bak gegooid. Yo man. Ik kom een Groudon ophalen. Kijk! Legend, legend. Even kijken hoor. Wat ziek hè. Die moet hier ergens in zitten. Ik hoop het. Ja, ja, ja. Ik denk dat die in die andere bak zit. Volgens mij zit hij hierin. If I'm correct. Dit is hem man. Yes. Heel sick man. Hij is echt vers terug van PSA, dus ik heb die op een Pokémon beurs gekocht. Op Pokéview kwam een jongen die had al die Goldstars, Latios. Ja, die had een hele map vol. En ik zei, ik wil al je Goldstars overnemen. En hij wilde alleen die Groudon wegdoen. Dat heb ik die laten graden en toen werd het een 8. Maar het telt wel vanaf. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ik ben aan het filmen trouwens, ik kan je blurren als je wil. Hè? Nee, dat is goed, man. Groudon, Goldstar voor 800. Defender POV. Ja, ja, ja. Ik ben nu voor het eerst aan het filmen, dus ik dacht, ik ga gewoon eens kijken hoe het gaat. Ja, dus, ja toch? Hey, super bedankt, man. Veel plezier ervan, man. Yes, wel een hele dikke kaart, man. Ja, hele dikke man. Mijn Mew en mijn Pikachu goals zijn weer als 9 teruggekomen, man. Ga je dit proberen? Ja, de Mew niet, denk ik. De Pikachu wel. Maar die Pikachu's, het is echt ridiculous, man. Het is echt de cleanste Pikachu die je ooit gaat zien, man. Het is echt belachelijk. Ja,
Ja, dat is, hoeveel kost nou zoiets te subben? Want het is wel... ja, elke keer 100 piek of zo, ja. Maar ja, het is 5k verschil, hè? Ja, ja, nee, dat is zeker zo. En ik heb echt al veel 9's en 10's gerecreëerd. Met Crystal Charizard, verschillende Gold Stars, allemaal Sky Ridge Holos en zo. Die allemaal 9's allemaal waren, allemaal gerecreëerd. Ook hele dure EX's en zo, man. Zo'n Camerupt EX was een 9, recreate 10, bam, gewoon 1000 euro extra. €100 kaartje, 1000 euro kaart, ja. Hey, maar bij die EX'en gaat dat echt heel hard, man. Ja. Het is soms wel waard om het gewoon te doen. Ja, je gaat ook wel eens het schip in, weet je. Maar ja, dat is dan jammer, weet je. Hoort erbij. Het is niet anders, hè? Het is not anders. Ja, dat ben ik, ja. Wat willen jullie doen? Een hele slechte kaart, een hele goede kaart. Ja, wij doen er niet aan mee. Nee, spijt me ook gewoon, hè. Maar, ik wil jullie wel een kaart geven. Dan kunnen jullie misschien traden, ja? Ja, dankjewel. Alsjeblieft, hè. Ja, heb je hele set al compleet? Bijna alles zit er wel in hoor, van base tot en met Nio, alles zit er wel in. 30 uit die bakken? Ja. En ik heb deze voor dat is 20 euro dan. Ja, yes, top, dankjewel hè. Veel plezier ervan hè. Deze? Ja. Ja, noem een prijs. Hij is helemaal beschadigd hoor. Zeg maar iets. Mag je hem zo meenemen? 5 euro. Is goed. Ja? Zo ben ik dan hè. 5 euro voor een slap. Goed man, veel plezier ervan hè. Kan ik ook die voor 5? Wil je dat doen? Ja, ik vind die veel vetter. Is goed, man. Die is van Enzo Knol geweest hè. Oh echt? Ja. Lachen. Die dan voor 5? Ja, dat is goed hè. Hij was toen op mijn beurs. Dus had hij al zijn celebrations kaart getraind voor een video. Toen bij mij op de stand getraind. Dus ik heb die dingen echt al ziek lang liggen. Ja, lachen. Ja. Dat is maar grappig. Als een paar kinderen langskomen, geef ik die kinderen wat van die kaartjes weg. Ja. Kan je er een tientje ook bij doen? Ja, die is wel een stukje duurder, man. 15 voor beide. Nou, vooruit dan. Ja? Omdat jij het bent. Dan is het klaar, hè? Ja. Dan hou ik de rest voor de anderen. Oké, okay, dat is goed. Wat heb je meegenomen? Ja, een beetje... Je slaap zou je ook wegdoen? Ja. Allebei hier zou ik wel interesse in willen hebben. Ja? Zal ik het even uitrekenen? Ja, doe maar. Wil je cash of wil je traden? Ja. Ja, we hebben geen base set Charizard. Ja, dus ja, die... ja, precies. Dan denk ik liever cash. Ja, dat is prima. Ja, we geven 80% trade, 70% cash. Dat is een beetje het ding, zeg maar. Cyter van Jungle heb je toevallig toch? Niet? Of wel? Nee, ik heb alleen die van Platinum. Ja, er is net een jongen geweest die heeft alle jungle slaps gekocht. Okay. Net voor je neus, denk ik. Oh, nou ja. Kan gebeuren. Japanse beest zijn tegen zo'n? Nee, ook niet, man. Nee, we stonden vorige maand echt op een gigantische beurs in Ahoy. En daar zijn we echt helemaal leeggeroofd. Toen waren we de enige cardvender op dit hele event. Van 50.000 bezoekers of zo. Dus we hebben niet zo heel veel meer over. We hebben wel geprobeerd om weer wat dingen in te kopen en zo. Maar het was niet echt van dat diehard Pokémon publiek. Dus al die base set dingen, weet je, mensen die echt een beetje die nostalgie dingen waren daar echt goed verkocht. Er komt 335 uit en daar dan 70% van. Dus dat zou dan 235 euro zijn. Ja, vergelijking. 100, 200. Ja, dat is 35. Yes? Nou, dankjewel. Succes. Ja, dankjewel. We hebben een hoop kaart ingekocht. De Alakazam base. Sabrina's LKSM, Dragonite en de Light Dragonite. En een hoop raar kaartjes. Ja hoor, dat kan. Ik weet niet of het heel interessant is, maar kijk maar. Allemaal Evolutions, Pika's. Ja, kan je 70% comps geven van Last Souls op price charting. Ik zou er gewoon een aantal uitplukken waarvan jij zegt van nou dat is misschien wel leuk. En dan hoef je niet iedere kaart na te gaan zoeken. Nee, precies. Kijk hoor. Ik weet überhaupt niet wat prijs nou een beetje doet op de kaart. 170, last slot. Dat is de goedkoper, last slot 70. Dat is niet maar één sale van. Nou, deze waarschijnlijk wel bij me. Er is ook geen sales data van. Ja, dat is lastig dan. Een 8 gaat een beetje voor 100. Dus ik kan de Joker op 170 zetten. Ja, even kijken, Legendary Collection. Ja, 130, 140. Hou ik mezelf bij. Keer 180 voor betaald. Dus. Oh ja. Nou, dan zou ik voor deze uitkomen 240 euro, 70%. Ja, prima. Ja. Dan laat ik deze even zitten. Denk je dat ik die 100 dus hier kwijt kan? Want dat makkelijk. Ja, makkelijk. Iedereen neemt aan. Iedereen is geen probleem. Dat is goed, nee, is geen probleem. Ik heb een deal. Yes, top man. Dankjewel hè. Dankjewel. Hoi. Yo. Twee Evolution promo's gekocht. 240 euro. Kan je allebei stickeren voor 190 per stuk, ja. Vinden jullie Pikachu leuk? Ja. Kunnen jullie die samen in de collectie doen, ja? Krijg je van mij?
Ja? Dat is wel heel lief. Alsjeblieft, hè? Dankjewel hoor. Wat zeggen we dan? Vind je die gaaf? Die is gaaf, hè? Niet normaal. Jij wil jij die kopen? Heb je zoveel zakgeld gekregen? Ja. Hij is gek van Cherizal. Ja, dat snap ik. Die is gaaf, hè? Het is weer ongelooflijk, hè? Die heeft Rus van net ingekocht. Die wil ik van je overnemen. We hebben twee kaarten verkocht aan de Dutch Terms van de YouTube. Zo de flikker op. Nee, die wil ik straks van je overnemen. Dat is goed. Wat kost die? Wat had je ervoor betaald? Voor die Umbrio 50 en voor die andere 40 of zo. Ja. Hoeveel? 50 en 20 euro, dus 70 euro. Maar ik heb ze hierin gedaan. Eind van de dag gooien we het gewoon even op een stapeltje. Ja, dus nu is het eigenlijk alleen maar een waarde, want bij elkaar is het 140. Ja, dus 140 gaat van budget af. Ja, ik vind het allemaal prima. Ik zal de huur van de GoPro zo berekenen dat ik kopen. Ja. Ik koop gewoon 3 GoPro's terug van de huur. Ja, je kan aardig je Vinted chat compleet maken zo, hè? Eens, een mooie spot dus. Ja, ik heb het niet uitgezocht, man. Ik heb gewoon alles wat... Ik heb mijn kasten helemaal leeggetrokken en alles erin gestopt. Ja. Ik heb er wel heel even er doorheen gescrollt. Er zaten nog wel wat duurdere rares en zo van Rocket en zo in, maar... Ja, kijk, je zoekt specifieke artiesten, zeg maar. Dus ja, dat is top hiervoor, ja. Daar ben ik heel blij mee. Maar er zitten echt wel kaarten in die meer dan 50 cent waard zijn. Ja, dat weet ik. Ja. Maar het kost me, ja, als ik alles één voor één moet gaan zitten uitzoeken, maar dat kost me te... Ja, uren. Ja. Ik weet het, man. Het is, Ik vind het ook leuk, man. Gooi het gewoon in die bak en dan zien we wel, weet je. Het is ook leuk, kunnen mensen ook weer een deeltje scoren, toch? Nee, man. Nee, helaas. Nee, dan wil ik deze drie. Nou, vooruit. Dat is 1,5 euro. Kan ik pinnen? Of... Ja, dat kan zeker, man. Ja. Ja, alsjeblieft, hè. Je kan hem gewoon omhoog houden, hè. Dan blijf je opstaan. Yes. Oh, ja, je kan hem gewoon zo. Doen we nu aan de linkerkant? Wat? Linkerkant? Dat is altijd al. Ik heb hem aan de rechterkant gedaan. Lief, hè. Het zijn niet normaal stagiaire hier weer, hoor. Dan weet je welke je ingekocht hebt. Ja. Hallo. Hallo, ik heb een tweede prijs weten. Even kijken. Die is heel duur. Volgens mij gaat deze echt naar de 300 euro tegenwoordig. Nou, deze gaat nu voor 340 euro. En welke nog meer? Ja, die is een paar tientjes. Die is niet zo, die is niet spannend. Ja, dan moet je even over nadenken wat je wil dan. Ja, wat wil je ermee? Ik ga deze denk ik laten graden. Oh, dat is wel een hele stick ook, ja. Ja, hè? Ja. Wat een vette kaart. Ja, het zal een 2 of een 3 worden, denk ik. Maar dat is prima. Het is alsnog een vette kaart. Dus, ja, je mag wel even kijken als je wil. Ik weet niet. Maar wil je ze wegdoen? Ja of nee? ja, precies. Nou, die mag je houden. Ja, dacht ik al. En die mag je ook houden? Oh, die is net. Ja, hier zit gewoon mijn kaart. Ja. Dat had ik al door hoor dat die van jou was. Ja. Even kijken hoor. Hij had wel een leuk biertje. Ja. Ik ben ook een video aan het opnemen nu, hè? Dat is niet normaal. Wil je even zwaaien? Hey. Het is jammer dat het allemaal super beschadigd is. Ja, ik heb het al sinds ik een kind gevaar en dan, ja. En dan krijg je dat, hè? Toen heb ik dat. Ja. Zo bij elkaar in deze kwaliteit, 130 euro is ongeveer. Oh ja. Ze zijn echt super damaged, man. Ja, klopt. Zeg maar als je gewoon zo'n lightplate plate Venusaur is 25 euro of zo, die Umbrion is 3 tientjes. Ja, en dit is echt 5 euro, 10 euro, nog niet eens. Die ook zijn echt 7,5 in die kwaliteit, zeg maar. Ja, dit is helemaal... Ja, deze is... Dat is echt een super dure kaart normaal gesproken, weet je wel. Maar ja, die kwaliteit, ja, een tientje max, zeg maar, weet je wel. Maar voor die prijs ik ze lekker houden, man. Ja, doe ik. Ja. Toch bedankt, man. Dus goed, alsjeblieft, hè. Hallo. Jullie kopen ook kaarten zeker, hè, voor de tweede? Jawel, hoor. Wat voor moois heb je allemaal? Hier van Paldea. Wel, en de rest is wat verder kan zien, vooral... Dat is veel verder. Ga Twilight heb ik ook een beetje. Mag ik het eruit halen? Ja, doe maar. Die willen we overnemen. Dan moet ik even uitrekenen hoeveel dat wordt dan. Super. Even kijken. 30 euro dit ding, joh. Gaat het? Ja. Dat is helemaal gek, joh. Ik kom hier op uit op lowest market. Ja. En dan 70% kom je op 90 euro. Ja. Moet even checken voor de zekerheid. Ja, doe het oké. En je wilde trainen? Ja, ik ben van Cooking Fire, Mortis Convention. Dan ik... Yes. Had ik 90 zeker? 90, ja. Dan zitten we nu op 82.
Maar ik wil eens een andere wapen kijken? Ja, ja, sure. Ja. Een trade. Deze twee kaarten. Voor een paar rauwe kaarten. They see us trading. Vind je ervan? Deze. En hij zoekt nog een paar mooie kaartjes uit. En dan voor deze, allemaal. We hebben wat Ogre Pons. Lennas 8 Secret Alt Art. En twee Alt Arts van Paldea. Is nice, toch? Maar wel, die Gengar's was sick, though. Die ging toen echt op het laatste over 65, 70. Ja, die ging heel hard op een gegeven moment. Maar dat deze dan weer zo cheap is, dat snap ik dan weer niet. 48 euro. Maar dat is ook wel de ziekste kaart van de hele set. Ja, dat is een gruwelijke kaart, of niet? Dat is een crazy kaart, dit. Kijk eens, als jullie hey, we hebben zin ervan. Dat is 38, dus er moet nog 30 euro bij. Als je me 25 euro erbij geeft, dan vind ik het prima, man. Super, yes. Die zijn voor jou en deze zijn voor mij. Dankjewel. Super bedankt, man. Graag gedaan. Dat wordt een goede PSA 1, hoor, kan ik je vertellen. Ja. 50 oké voor jou? Is goed, man. Omdat jij het bent. Ja. Dan ga je voor een 1? Ja. Ga je vouwen. Ja, er was daar ook een Gyarados ook. Maar die is gelijmd volgens mij, dus ik twijfel. Oeh, ja, dan kregen ze hem niet, man. Nee. Kijk, dat is top. Kijk eens. Ja. Nou, hopelijk wordt het een 1. Wat doet hij in een 1? 100 piek of zo? 250. Echt, ja? Ja. Zo. Had hem zo moeten kregen. Man. Mezelf weer laten naaien. Ja. Het is niet anders, hè? Ja, nee, het is wel risico, net zoals met zo'n Gyarados. Maar je ziet bij een 1 gewoon niet meer wat ermee gedaan is. Nee. Met deze, dadelijk zeggen ze van ja, sorry, we kregen hem niet. Ja. Ja, klopt. Ja, dan ben je vertrouwd. Dan kan ik hem alsnog wel kwijt voor 50, maar ja. Meer dan je grade kost kwijt. Ja, precies. Ja, maar het is wel gruwelijk, man. Gewoon die ene zo duur. Ik had het met mijn Goldstar Charizard toen. Die had ik toen voor 300 euro op marktplaats gezet. Die wilde echt niemand hebben. Iedereen wilde beschadigd. Dan had ik hem gegraten in 1, binnen een week. Verkocht voor 500 euro. Ja, echt. Hoe verzin je het, ouwe? Maar ik doe nu ook al die base set Charizards en zo. Die kan je echt opkopen 30, 40 euro die helemaal getrashed zijn. Grade in een 1, 150 euro, ja. En dan ben je ze instant kwijt, hè. Het is echt bizar, man. Ja. Zullen we even een broodje scoren voor iemand? Gast, natuurlijk heb je zin in broodje Unox. Duh. Wat zit jij nou weer te vreten? Ik wil een broodje Unox voor jou en jij zit wel die rode dingen weg te eten. Ze is nou voor een bord. Ja, is toch lekker, hè? Jongen. Oh, ik heb er hartstikke helemaal zin. Hij moet beter zijn best doen. En hij moet meer YouTube-video's maken. Wat is dat voor promo? Van die box. Welke box? Je weet wel. Oh ja, je weet wel box. Die is chill. Nee. Ja, maar ik wel, hè? Wij wel. Ja. Wij wel, hè? Ik steel gewoon gelijk je klant. Nee, geen probleem. Je mag ze allemaal hebben als je wil. Paldea Friends of zo? Ja, hij ligt hier. Paldea Friends. Ja? Nou, dat kan dus, hè? Omdat jullie zo enthousiast zijn, doe ik hem voor 90 voor jullie. Dat is niet normaal, hè? Dat mag zelfs nog erbij. Ik ben zelfs aan het filmen nu, hè? Dus als je even omdraait, dan kun je ook nog op de video. Dat is helemaal gaaf, hè? Deze wil je graag, toch? De Charizard? Alsjeblieft. Wil je pinnen of contant? Dan wil je ook nog op de foto. Ja. Nou, vooruit maar binnen. Moet je een tientje? Ja, zo. Voor wat? Ja, voor die Pikachu. Oh, tuurlijk. Ik heb die gekocht. Over mijn geld. Ja, maar die had ik nog niet. Echt. Dankjewel, hè. Kijk, dit is dagwerken. Ja, dat is echt niet normaal. Dagwerken met Vincent. Die geeft al mijn verdiende knaak uit de hele dag. Jongen. Zal ik eens even kijken of er wat tussen zit? Wat we willen inkomen? Het liefste tot aan deze kaart. Deze. Dus? De rest wil ik graag de fysiek. Deze is ongeveer 25. Ja. En deze 4,5. Wacht even, ik ga het even uitrekenen. Keer 0,7. Zou er zeg maar 20 euro zijn dat jullie vergeven. Maar je mag ze ook zelf houden, hè? Je hoeft niet te mij. Het is niet dat je het hebt nodig hebt, hè? Ah, potverdorie. Ik zit te twijfelen. Ijskoude onderhandelaren, deze moeder, hoor. Sjoe, jongen. Ja, dat kunnen wij niet doen, helaas. Maar dan moet je ze gewoon houden. Dat is geen probleem, hoor. Ja, toch wel? Zo, nou, dat ging heel snel. Nou, verruim me weer dan. Kijk eens. Alsjeblieft. Kan je daar weer wat anders van halen? Hey, super, dankjewel. Hoi. Kijk, zie je me weer. We worden echt zwaar onderhandeld hier. Maar wel twee kaartjes gekocht. Ja, op Card Market zit 6,5 meer. Dus, Weet je wat de verzendkosten zijn op Card Market? Nee, is ook een antwoord, hè? 8 euro. 8,7. Nee, 8, anders mag je terugstoppen. 7,5, doen we 25%
Nou, vrouwen weer dan. Oké. Jongen, ik word helemaal uitgekleed vandaag. Ja, jawel, dat is echt niet normaal, hè. Dat is echt niet normaal. En nog pinnen ook zeker? Ja, graag. Ja, moet ik dan weer transactiefee betalen op een pinapparaat? Oh, ja, jongen. Nou, vrouwen weer dan. Mijn mooiste kaart, hè? Je mooiste, dit is je mooiste. Dit was mijn mooiste. Ik denk niet als ik hier zo tussen kijk. Alsjeblieft, hè. Nee, thanks, veel plezier ervan, hè. Ja, thanks. Kijk, lekker bezig, man. Top. Is allemaal gelukt? Ja, even zoeken, maar dan kom je er ook. 1 naar 2 naar 3 naar 4 naar 5 naar 6 naar 7 naar 8 naar 9 naar 4 naar 51 tel ik er. Klopt dat? Maak ik er 25 euro van. Krijg je één kaart van mij gratis. Kijk. Dat is ziek, hè? Ja. Wil je pinnen of contant? Doe maar pinnen. Oh ja. Nou, gaan we weer dan. Kijk eens, een hele stapel mooie vintage kaarten voor jou. Veel plezier ervan, hè. Hey, hoi. Heb je die voor mij gemaakt? Nou, dat is echt super schattig. Mag ik de Balbazar? Die vind ik echt heel gaaf. Nou, super bedankt. Die ga ik een mooi plekje geven op kantoor. Nou, zal ik mijn best doen? Mag die heel groot of moet die klein? Kijk eens. Hupstay. Moet je hem wel even laten opdrogen. Ik zou hem niet zo gelijk terug in je tas doen. Yes? Oké, alsjeblieft. Hi. Ik heb er nog één bij me. Oh, nee. Hè. Kom hier om geld te verdienen en niet om uit te geven. Ik heb wat kaarten, maar ik heb geen idee of ze echt zijn of niet. Uh-oh. Ja, dat kan ik wel zien, hoor. Maar ik heb slecht nieuws voor je. Ze zijn allemaal nep. Yes. Verdorie, jongens. Al die neppe kaarten de hele tijd. Ja, man. Ja, zeker, man. Heb je mooi uitgezocht? 29. Het is 14,5 euro, maak er maar 14 van. Ja. Kijk eens, en dan pak je die 50. En dan heb ik nog een zakje voor je, als je een seconde hebt. Helemaal goed. Ik ben wel heel eind gekomen met die rocketsetting. Nou, dat is leuk toch? Ja, ik dacht, ik gooi gewoon alles in die bak. En dan kunnen mensen lekker zelf uit. Hey, top man, veel plezier ervan. Hè. Is het gelukt? Ja. Flinke stapel. 108, ik geloof je helemaal, maak er maar 60 euro van. Yes? Nou, zo even lekker zo, hè, die bak snuffelen. Hier zitten zelfs holo's tussen, joh. Kijk dan, joh. Niet normaal, joh. Ik vind het ook wel leuk om gewoon dingen erin te laten zitten, weet je. Even kijken hoor. Drie zakjes helemaal compleet voor jou. 60 euro, man. Yes. Yes, helemaal top, man. Ja, hey, veel plezier ervan, hè. Hoi. Brandlos. Eens even kijken. 125. Dat zijn vet, man, die black and white secrets, man. Ik kom op 255 uit. En dan 70% daarvan. Dat is 180 euro, kan ik vergeven. Yes. Dan hebben we 50, 50, 50. Nog een keer 30, dankjewel. Yes, dankjewel. Hey, alsjeblieft, hè. Mooi deal gemaakt, Secret Rare Dusnoir. Aerodactyl Fossil. Umbreon. Alakazam Secret Rare. En twee promo's van Generations. Ja, we doen ook wat trade hoor, dat is ook prima. Ik weet niet waar je naar op zoek was, of dat je iets gezien had. Ja, ik heb er twee gezien die ik misschien wel wil meenemen. Maar... Even kijken hoor. Ik kom hier uit op 4,25. Dus daar kan je er 300 van geven. Maar ik wil ze ook wat traden hoor, voor wat was het, die twee? Gewoon samen? Ja. Ja, prima. Kijk eens, de Blastoise en de Pikachu. Alsjeblieft. Dankjewel. Veel plezier ervan, hè. Hoi. Tuurlijk. Kijk eens. PSA 9. Shiny. Nou, nice, hè? Zelfde ding? Ja, echt net terug ook. Volgens mij is de 9 shirt ook, toch? Bijna. Ah, nou, bijna. Ja, ik heb hem echt net terug van PSA. Een paar weken of zo. Nou, mijn laatste zending had wel allemaal 9 certificaten. Maar... Het lijkt net alsof je alleen aan de onderkant holo heeft. Niet verkleuren, hè, die kaart. Nee. Ja, is wel vet, toch? Hij is heel vet. Kan je 300 doen? Is goed, man. Laat het gewoon doen, ja? Ik had die heel cheap kunnen fixen uit de collectie, dus dat vind ik dan niet zo erg. Ik heb die niet voor 200 gekocht en toen gegrade of zo, dus dat vind ik niet zo erg om wat korting op te geven. 300. Ja, klopt helemaal, man. Kijk eens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voor de Magic Carp. Thanks, ouwe. Hey, dankjewel. Hey, alsjeblieft. Brandlos. Jongens, kan ik heel verder rijden? Ja, rustig. Gaan we mute. Even kijken. Ja, haal ze maar uit, hoor. Ik ben heel toevallig hier. Laat je als Alpa in de 10. Ik had hem in de 10. En ik heb hem verkocht toen voor 1000. En een maand later vloog dat ding echt naar 3k of zo. Ja, jongen, echt.
Hetzelfde met die Lily, man. Ik had die ook in de 10. En ja. Ja, man, ik kon echt wel janken, ouwe. Het was echt... Ik kreeg dat ding echt niet verkocht, hè. Voor 1000 piek, hè. Die Lily? Nee, die Latios, Latios. Nee. Niemand wilde dat ding hebben. Ja, en echt, ik had hem eindelijk voor. Want ik zat echt zo, ja, man, ik heb verkocht 1000 euro. Ik snap het. Bam, maand later, 3K. Ik zei, nee, joh. Dat is zuur, hè. Ja, ja, ja. Nou ja, weet je, dat hoort erbij. Maar ja, weet je, dat doe je niks aan. Als je in de toekomst kan kijken, hè, dat is een heel makkelijk feest. Ja, ik denk wel dat je een goed marge nog steeds hebt gehad, toch? Ja, mag gelukkig niet... wel, hè. Ja, ja. Mag niet klagen. Mag niet klagen, nee, nee, nee. Maar ja, het is altijd wel een beetje zuur. Maar ja, het gebeurt natuurlijk ook net zo goed de andere kant op. Ja, geloof ik. Ook als een kaart voor echt... Deze is goed trouwens, sorry. Ik wou niet onderbreken. Yes, top. Ik heb ook wel eens kaarten verkocht voor achtelijke bedragen die ook echt een maand later de helft waard waren. Ja, bij release, hè. Ja, ook. Maar ook wel vintage, hoor. Gewoon veel... Ja, die Secret Wonders holo's in de 10 waren opeens zo ziekelijk duur en zo. Ik ben zelf niet zo van de vintage helaas. Alleen... Goed of niet goed? Nee, die hoeft niet trouwens. Godverdorie. Ik heb helemaal zelf meegenomen uit Tokio. Echt? In Tokio geweest? Ja, zeker. Excellent. Ook nog? Ja. Jeetje joh. Crazy. Ik dacht misschien heb ik iets kleins voor je. Ik denk dat je deze wel interessant was. Ik heb mij de weg voor. Ik weet niet of je... Nee, dat heb ik allemaal zelf, man. Die ook, hè. Die heb ik dus weggegeven aan een vriendin van mij, hè. Toen die uitkwam. Toen was die echt 5 piek of zo. Toen was die 5 piek, hè. Tientje misschien. Nu, 80 euro. Deze moet ik wel een opmerking maken. Dat is echt heel zuur verhaald. Oh, dat was perfect. Dat heb je laten vallen. Steve, ja, was bij een beurs. Ik wil hem laten zien. Kijk, als je goed kan zien. Maar kijk maar zo, er zit hier een kleine crease in. Ah, zonder man. Ja, maar ik heb hem echt voor... Ik weet niet, deze gaat voor 2,50. Ja. Ik heb hem voor 100 staan daarvoor, maar ja, kijk maar. Ik zie Dragonite zo duur, joh. Dragonite, ja. 140 piek, ouwe. Dan kan je 80 trade value geven, weet je, 80%. Dan kom je op 152 uit. Oh, okay, nee, geen... Krijg je nog een tientje van me, ja? Ja. Hier, man. Twee keer Mewtwo. Ja, dankjewel. Hij is zo klaar, hoor. Dan maak je me echt blij mee, jongen. Ja. Dankjewel. Nou, hopelijk ga je gatse graden, toch? Ja, ja, zeker. Goed, man. Veel plezier ervan. Alsjeblieft. Ik kom bij jou, Kees. Kees bij jou besteld. Deze echt, man. Oh, echt? Ja. Nou, ik zei het toch, deze zijn Euri, jongen. Worlds is volgende week. Dus mensen hebben nu allemaal die kaarten nodig. Omdat ze die mogen spelen volgende week op het WK in Hawaii. Maar die zetten ze dus net als uit. Welke is dan die dure? Zat die verzand petitie, jongen. Echt, deze Pokémon, ouwe. Ah, jongen, ik kan het niet eens typen, ouwe. Maar dit is die dure. Deze is 5 euro. Deze is ook een euro. Dus komen we op 15 euro uit. Kan je een tientje vergeven. Kijk eens. Alsjeblieft. Neem deze voor je ook, hè. Ah, kan je echt 20 euro voor geven, weet je. Het is ongeveer 30 waard. Kijk eens. Alsjeblieft, hè. Yes. Zou je wat kunnen doen voor 2 mystery bags? Wat moet je hebben dan? 2 mystery bags. 80 piek. 40 euro kort eentje. Ja. Als je binnen 10 hebt, dan leg je echt los. Dat jij het bent. Top. Dankjewel, dankjewel. Zeker één? Nee, niks. Ik hoop dat je twee keer groen. Maar je gaat ze openen zelfs, joh. Hij is gek, hè. Hij is gek, hè. Hij is de echte pack opener. Groen, groen, groen. Groen, groen, groen. Zilver? Groen, groen, groen. Haha, hij heeft gewoon zilver, gek! Ja, groen. Ja, 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 ja. Hij heeft gewoon zilver, hè? Zilver, dat is echt ziek. Crazy, lekker hoor. Lekker, ouwe. Gewoon zilver, welke gaat het worden? Bam! Voor in de video, hè? Legendary. Come on, come on. Hier. Welke is het, welke is het? Black and white base, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Heel nice. Geen gouden, jongen.